Dit is de track by track van de Untold Stories. Containers of Love is het verhaal van Soumeya. En Soumeya komt uit Libanon, is al in de jaren 80 naar Nederland gekomen. En ik ontmoette Soumeya tijdens een uitzending van L1 met Bevrijdingsdag 2021. Ik moest daar ook spelen en Soumeya was daar te gast als spreker. En toen ik er al hoorde praten over haar, haar achtergrond en waar ze vandaan kwam en wat ze op dit moment doet, waar jullie dadelijk later meer over horen, dacht ik wel, ja, ik moet haar vragen voor mijn album. Dit is perfect. Zij heeft een stichting en met deze stichting brengt zij voedsel naar Libanon. En dat vond ik zo mooi en inspirerend. En haar stichting heet ook Containers of Love. Ik sprak met Soumeya af in Roermond, in haar kantoor. Soumeya is echt een ondernemer. Ze heeft allemaal verschillende dingen die zij doet. En ik sprak met haar over het moment dat haar ouders naar Nederland kwamen. En hoe dat voor haar ook was. En of zij bijvoorbeeld de taal nog spreekt. En of ze die ook deelt met haar eigen kinderen die ze nu heeft. En het was een heel erg leuk gesprek, want Soumeya is ook een hele open en warme vrouw en werkt ook echt heel graag samen met andere ondernemers en dat vond ik natuurlijk super leuk. Ik had haar nog nooit van tevoren gesproken, dus ik was best wel nerveus ook voor het interview en ik had alles voorbereid, alle vragen voorbereid en ze reageerde daar echt super goed op en ik was heel erg blij dat ik met haar kon praten over zulke persoonlijke dingen ook. Kijk, je vraagt niet zomaar aan iemand van hey, hoe voelt het nou om hier in Nederland op te groeien en niet wetende of je ooit terug zal gaan. Dus om deze gesprekken te hebben met mensen, dat was echt bijzonder. Zeker met iemand die ik nog nooit eerder had gesproken. Het was voor mij al vrij duidelijk dat ik over haar stichting wilde schrijven, want die is zo belangrijk voor haar en dat heeft ook meteen die directe connectie met waar ze vandaan komt. Dus toen ik hoorde dat zij met vrijwilligers in Nederland werkt en met vrijwilligers in Libanon om arme mensen of mensen die het nodig hebben voedsel te geven, dat vond ik zo mooi en ze vertelde daar ook heel erg met vol passie over. En ik werd echt geïnspireerd door haar. Dus ze zei tegen mij, ik wil een verandering maken waar ik kan. Ik wil echt deze mensen helpen, ongeacht religie of waar ze vandaan komen. En dat werd echt meteen inspiratie voor de tekst ook. Ik denk dat ik dat nummer binnen een uur af had. En ik dacht, dit is ook een nummer dat een solo verdient. Dus een gitaarsolo. Dus ik had daar bewust plaats voor overgelaten. En ik had ook een heel soort romantisch gevoel bij dit nummer. Dus het zijn misschien hele simpele akkoorden wat dat betreft. Maar ik dacht van, het mag simpel zijn. Want het mag luchtig en ook hoopvol zijn. Ja, zoals ik zei, had ik het gevoel dat ik dit nummer een beetje meer de romantische kant op wilde laten gaan. En een van mijn andere grote inspiraties is Cam. Dat is best wel een nieuwe country-artiest uit Amerika. Maar zij maakt fantastische muziek en ook romantisch, vrolijk, emotioneel, nostalgisch. En ik denk dat dat ook allemaal hopelijk in dit nummer zit. In de studio hadden we ook best wel snel een duidelijk beeld van waar we heen wilden. Ik wilde best een heftige galm ook op de drums. Had ik ook nog nooit eerder gedaan, maar dan klinkt het heel erg ruimtelijk, het nummer. En ik wilde een hele mooie, clean gitaarsound van elektrische gitaar. Dus dat hebben we allemaal snel bij elkaar gepuzzeld. En Rick Gijzen heeft de solo ingespeeld. Super, super mooi. En we hadden de backing vocals toegevoegd. Dit is wel door Brian ingezongen, de backing vocals. Dus dat was ook wel een mooi contrast met het eerste lied waar ik mijn eigen backing vocals doe. Maar hier dachten we van nee, er moet nog iets meer contrast in. Van alsof ik het niet alleen zing, maar meer hè, met andere mensen die erbij worden betrokken. En dit was echt, toen we dit af hadden, was ik echt heel erg blij mee. Want ik dacht van, dit is heel mooi en romantisch, precies wat ik wilde.
Als ik aan containers denk en aan het lied en ook echt aan Soumaya, dan zou ik het omschrijven als wilskracht, positiviteit en hoop. Op mijn website malamusicpage.com kun je mijn album, inclusief het boek dat ik bij de Untold Stories heb gemaakt, kopen.